De Alpine Stars Mustang is door zijn simpele, maar toch tijdloos design een echte allemansvriend. Ik ben Justin van Motorkleding Center TV en in deze video ga ik jullie meer vertellen over de Alpine Stars Mustang, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Alpine Stars Mustang handschoenen zijn echte top zomerhandschoenen. Ze zijn van volledig leer gemaakt, volledig geperforeerd en eigenlijk, door het wat we al eerder zeggen, het simpele design, kunnen ze overal op. Of dat je nou op een tourmotor rijdt, of een stoere chopper, of misschien zelfs nog wel op een sportmotor, je komt er altijd mee weg. Als we naar de veiligheid van de handschoenen kijken, zien we een harde voorgevormde knokkelprotector en zien we even foam, zowel op de vingers, de backhand, de duim en natuurlijk de handpalm. Als we naar de binnenkant van de handschoen kijken, zien we dat de stiknaden allemaal aan de binnenkant weg zijn gewerkt, zodat ze een mooiere afwerking hebben. En zien we ook nog een extra grippadding, wat de duurzaamheid van de handschoen verhoogt en waardoor je ook meer grip hebt op je motorfiets. Ook aan de bewegingsvrijheid van de handschoen hebben ze natuurlijk gedacht, daarom zien we ook weer stretch bovenop de vingers en op de duim. De handschoen werkt met een enkele sluiting die aan de binnenkant van de hand vastgetrokken wordt, waardoor die makkelijk opent en met het stukje stretchpaneel wat er bij de sluiting nog zit, kom je er altijd makkelijk in. Zoals we al eerder aangaven in de video, is het natuurlijk ook een echte zomerhandschoen. Dat kun je zien aan de vele perforatie die doorloopt tot helemaal bovenop de vingers, bovenop de hand, op de duim en ook nog enkele perforatiegaatjes binnen in de handpalm. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube-account. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat motorhandschoen is? Blijf dan even kijken. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken.